Het bezoek aan Suriname is voor vicepremier van Nederland Sigrid Kaag toch wel belangrijk geweest. Kaag sprak journalisten vanmorgen bij een bezoek aan het Fort Zeelandia. Bij dit bezoek heeft zij een krans gelegd bij het 8 december monument. De vicepremier geeft aan dat er met de regering en maatschappelijke groepen gepraat is over een gezamenlijke uitvoering en opvolging van de adviezen van het adviescollege Slavernijverleden Nederland. Ze kan niet aangeven of premier Rutte op 19 december excuses zal aanbieden voor het slavernijverleden. Ze bevestigt wel dat de premier op die dag een hele belangrijke speech zal geven. Kaag geeft aan dat wat er tijdens haar bezoek is besproken met de Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties doorgespeeld zal worden aan de Nederlandse regering. Belangrijk dat we richting geven. Ik ga heel veel van mijn indrukken en ook van de gesprekken natuurlijk terugkoppelen. Ja. En er zijn heel veel elementen die belangrijk zijn wat mij betreft voor het vervolg. Ja, precies. Dus nog een lange periode natuurlijk ook. We hebben heel wat jaren dat we ook samen willen optrekken. En dit is een startschot voor natuurlijk de aanloop naar het herdenkingsjaar vanaf 1 juli 2023 tot 2024. Maar veel van de samenwerkingsverbanden, verwerking van het slavernijverleden, de heling, het respect, hoe je bewustwording kunt creëren. Alle adviezen van de dialooggroep, ja. dat wordt niet uitgevoerd van de een op de andere dag. En nee. Dat vraagt ook heel veel consultatie, besprekingen, verschillende perspectieven vanuit Nederland. Met de aanwezigen daar, ik bedoel bijvoorbeeld de diaspora-organisaties, de... Ja. Andere maatschappelijke vertegenwoordigingen van Suriname of Nederlandse Surinaamse organisaties. Net zoals voor de Koninkrijksdelen, maar natuurlijk ook in Suriname zelf. Ja, ja, ja. Hier ja. ligt ook natuurlijk een groot belangrijk punt van verdere uitwerking. En dat doen we. Dat doet het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zal daar een voortrekkersrol in nemen via de ambassade, zoals we dat overal ter wereld doen. Ja. Behalve dat Kaag vicepremier is van Nederland, is ze ook de minister van Financiën. Dit bezoek was daarom ook een diplomatieke missie. Ze geeft aan uit te kijken naar de samenwerking met de nieuwe minister van Financiën en Planning, Stanley Ragubarsing. De president heeft natuurlijk ook mij geïnformeerd over de benoeming van de nieuwe minister van Financiën. Maar het is voor een andere ronde. Ik heb vaak contact met mijn collega's. Of minister Ramdien toen hij nog acting minister van Financiën was. En natuurlijk kijk ik uit naar de samenwerking met de nieuwe minister van Financiën als het gaat om... De schulden van Suriname, de herfinanciering, de gesprekken die de Surinaamse regering voert met het IMF en andere ook private crediteuren. Nederland probeert daar altijd een ondersteunende en faciliterende rol te spelen. En dat heeft de president ook zo benoemd en dat gaan wij natuurlijk ook voortzetten. Dat is een breed programma van samenwerking. Minister Weerwind, de minister voor rechtsbescherming, komt ook juist daarvoor. Hij heeft afspraken met zijn counterpart. Dus er is heel veel op alle vlakken aan samenwerking. Kaags bezoek aan het Fort Zeelandia was ook belangrijk voor de Nederlandse delegatie, omdat hun land altijd uitkijkt naar gerechtigheid en waarheidsbevinding en waarheidsvinding. De delegatie onder leiding van Sigrid Kaag vertrekt vandaag terug naar Nederland.